Paul Slametse Mohardjo en Hendrik Sitruijojo, respectievelijk de voorzitter en partijgenoot van de Partij Aluhur, zijn gisteren gedecoreerd door president Chandrika Prasad Santokhi. Mohardjo en Sitruijojo kregen de onderscheiding van groot officier in de ereorde van de Palm, de hoogste onderscheiding van Suriname in het presidentieel paleis. Bijzonder op een zondag vanwege de 23e jaardag van de Partij Aluhur. Het staatshoofd gaf aan dat deze twee bijzondere Surinaamse burgers zijn gedecoreerd omdat zij zich op diverse tijdstippen in onze geschiedenis en in diverse hoedanigheden verdienstelijk hebben gemaakt aan ons land. De heer Mohardjo heeft zich in de Surinaamse politiek kunnen opwerpen als een ervaren politicus en heeft zich enorm verdienstelijk gemaakt voor de samenleving vanaf 1975 tot heden op tal van gebieden. Waaronder sociaal-maatschappelijk werk, politiek, bestuur en organisatie, maar ook religie. De heer Paul Slametse Mohardjo is een zeer bewogen mens, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied. Hij heeft tal van sociale projecten uitgevoerd, waaronder de volkswinkels in bepaalde sociale woongebieden en districten. Hij heeft veel projecten op touw gezet voor ondersteuning van mensen in nood, waaronder personen met een beperking. Denk maar aan de oprichting van de stichting Simba. Enkele markante hoedanigheden waarin de heer Paul Sommerhardje ons land heeft mogen dienen. Zeker als partijleider en voorzitter van de politieke partij Partij Aluhur. Na de decoratie maakte de PL-voorzitter met zijn gezelschap een wandeling naar de Devil-gevangenis dat op steenworp afstand ligt van het paleis. Mohardjo vertelt wat hij bijkans 40 jaar terug op deze plek heeft meegemaakt. Nou, het is voor mij een prettige, een reminder dat dit nooit meer mag gebeuren. En toen ik hier was, had ik gedacht van, jongen, als ik eens weer de macht mag hebben of de macht krijg, zou ik dit afbreken, dat nooit, nooit meer iemand hier in de gevangenis kreeg, mishandeld en gemarteld werd. Nooit meer. Maar ja, achteraf denk ik, het zou beter zijn als de regering dit mooi maakt tot een museum. Ja, dat de jongeren vooral kunnen zien dat het leven niet alleen ups zijn. Ja, er zijn ook downs momenten. Dat hebben we allemaal meegemaakt. Er zijn momenten hier, kijk waar die badkamers zijn. Ik kom nog heel, we moeten samen baden met de heer Brambeer. Bad ik. 1 minuut. Ja, we tellen. Ja. Na 30 seconden moet je eruit. Klaar of niet klaar? Ja, die marteling was het, jongens. En de intimidatie. De partij heeft haar jaardag zaterdag officieel ingeluid met een pasar malam of een open markt en een kinderdagviering. Het geheel is afgesloten met een dankdienst in besloten kring.